Peter, zaterdagmorgen dus Vitesse op het programma. Een speciale wedstrijd voor onder andere jezelf, maar meerdere uit je staf. Ja, dat klopt. We hebben alle drie daar gezeten. Ik ben daar ooit begonnen als voetballer. Toen ik weer heel jong was, 16 jaar, ben ik naar Vitesse gegaan. 4 jaar daar gezeten. En later nog een keer als trainer terug, dus leuk. Maakt dat het speciaal voor je? Het is al heel lang geleden allemaal hoor. Maar joh, het is misschien net als met je eerste meisje. De eerste club betaald voetbal is er ook speciaal, dus ja zeker. Ja, je noemt het lang geleden, dus er is veel veranderd waarschijnlijk. Wat verwacht je van het Vitesse van nu? Ja, er is zeker veel veranderd. Wat ik verwacht is dat zij er alles aan zullen doen om die wedstrijd te winnen. En het ons zo moeilijk mogelijk zullen maken. En wij gaan daar naartoe om te winnen. Dus in die zin zal het ongetwijfeld een leuke wedstrijd worden. En voor ons zeker geen makkelijke wedstrijd. Maar goed, wat ik al zei, wij gaan daar naartoe ook om die wedstrijd te winnen. Ja, kun je zo vroeg in het seizoen al een duidelijk beeld hebben van een bepaalde tegenstander? Moeilijk. Ze hebben natuurlijk tegen Volendam gespeeld. Dus die wedstrijd hebben we ook geanalyseerd. Ze hebben in de voorbereiding nog een paar wedstrijden gespeeld. Dus we zijn goed voorbereid. Maar we weten nog niet zoveel dan wanneer je ergens halverwege het seizoen bent. Ja, en de groep heeft weer aanvulling gehad. Deze week is Schouten gepresenteerd. Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Ja, dat hij 1 keer heeft meegetraind. Dus dat is nog niet veel, maar uiteraard hebben we hem voordat we hem aantrokken uitgebreid bekeken, bestudeerd. En we zijn heel blij dat hij er is. Een hele goede voetballer die ons absoluut gaat helpen. Ja, er zijn ontzettend veel transferperikelen. Doet dat iets met een groep? Nou ja, weet je, het is tegenwoordig een bekend verhaal. Hè? Tot 1 september kunnen spelers weggaan en kunnen ze erbij komen. Ik merk er niet veel van in onze groep dat daar alleen maar over gesproken wordt. Integendeel, we zijn heel erg gefocust op de wedstrijden die er zijn. Dat is ook het belangrijkste. Dus in die zin kunnen we ons gewoon goed voorbereiden en leidt dat niet al te veel af. Dus weinig last van als trainer zijnde. Ja. Ja. Je hebt afgelopen week de uitwedstrijd tegen Gras gehad. Hè? Nu Vitesse en aanstaande dinsdag is er weer een verre uitwedstrijd. Ja, vergt dat andere voorbereidingen voor een trainer? We kunnen ons daar gewoon goed op instellen. Het is nou eenmaal zo, wat daarbij komt kijken is het reizen. En wat mensen misschien niet weten is, maar dat eigenlijk heel vermoeiend is. Hè? Omdat je dan toch op een vliegveld hangt en dat je daar veel tijd aan kwijt bent. Maar goed, daar stellen we ons op in en dat is nou eenmaal zo. Dus we hebben nu 3 uitwedstrijden. Dat betekent dat we straks ook wel 3 keer weer thuis tegen die tegenstanders spelen. Ja, toch voor gekozen om de wedstrijd met Go Ahead Eagles uit te stellen. Dat is daarom, neem ik aan. Ja, we zijn ons er heel goed van bewust dat die wedstrijd straks om de Champions League, dat die heel belangrijk voor ons zijn. En daar proberen we ons zo goed mogelijk op voor te bereiden. Ja, even terugkijkend op de wedstrijden. Waar ben je de afgelopen wedstrijden, waar ben je echt tevreden over en wat moet er echt nog een stukje beter? Poeh, dat is een hele uitgebreide vraag waar ik wel een uur over zou kunnen praten. Maar waar ik over tevreden ben is dat we wedstrijden winnen. Dat we wedstrijden domineren. Dat we periodes in wedstrijden ook gewoon echt goed voetbal spelen. En er zijn ook een heleboel dingen die gewoon beter moeten. Als je kijkt de manier waarop we druk zetten, maar met name ook hoe we verdedigen. Daar kunnen we gewoon stappen in maken. Maar ook in balbezit moet het soms wat vaster en wat beter zijn. Dus eigenlijk in het algemeen, alles moet wat beter en daar moeten we gewoon stappen in maken.